Ja, ik had wel verwacht dat ik en Laurens wel een beetje de koers in handen gingen nemen. En, ja, iedere keer als ik of Laurens aan de boom schudde, brak het toch wel altijd. En, toen aan Laurens doortrok, zat ik net iets te ver. En, ja, dat heeft de koers een beetje bepaald. En, ja, met de derde plaats ben ik wel tevreden. Misschien zat de tweede plaats er ook wel in, maar ik had net iets te lang gewacht achter Thijs van Amerong. En dan was het gat al 10, 15 seconden, denk ik. Dan is het moeilijk om op zo'n snel parcours nog een gat dicht te rijden. En ik heb nog geprobeerd tot bij Jens te komen. Want toen was ik volledig over mijn toer gegaan en dan moest ik Jens direct terug laten rijden. Het is een tv-cross en als je dan op het podium kunt staan, is dat voor de sponsors zeker al heel belangrijk. En voor jezelf heeft het ook wel een boost om altijd terug op het podium te mogen staan.